Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor onze thuiswedstrijd hier in Zandvoort, carrière aflevering 56. Heb jij de vorige aflevering in China gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan rechthoekend ietsje, klik erop zij die aflevering verschijnen. Dit is de tijdelijke livery voor de thuiswedstrijd. Een wat agressieve variant. Ik vind hem wel heel nice. Mooi gemaakt. En bij een nieuwe livery hoort natuurlijk ook een nieuw pak en een nieuwe helm. Dit is het pak. Dat was de helm. Ze zien er gewoon allebei schitterend uit. George Russell gaat hier ook mee in strijden. En dan gaan we gewoon lekker beginnen voor de kwalificatie in Zandvoort. We zijn inmiddels aanbeland bij de kwalificatie. Het is wat bewolkt, maar er is geen regen voorspeld. Kijken of dat ook zo blijft tijdens de wedstrijd. Ik hoop van wel, ik denk ook van wel. Maar je weet het maar nooit. Q1 dan, ik verwacht hier gewoon een prima tijd neer te zetten om door te kunnen komen naar Q2. Ik weet niet waar George Russell staat. Maar wij komen in ieder geval bij start-finish en we noteren een 1.85. 2/10 langzamer dan George Russell. En Verstappen komt op 60.000ste van mijn teamgenoot. Zijn we aanbeland bij Q2. En we gaan proberen om op de medium band door te komen. Kijken of we daar ook de wedstrijd op mogen starten en kunnen starten. Nog steeds bewolkt hier in Zandvoort. En ik vind het best wel knap eigenlijk dat er geen regen is voorspeld, terwijl het toch gewoon hartstikke bewolkt is. Vettel naar P2, Stroll naar P3, wij naar P5, want Alexander Albon is naar P3 gegaan, pakt Stroll en hij staat dus op P4. George Russell zet een 1.84 neer en wij noteren een 1.86. 2/10 langzamer dan George Russell, die ook op die mediumband zijn tijd heeft neergezet. Verstappen was nog geswitcht naar de softbanden. En wij zijn dus de enige twee rijders, Russell en ik, die op een andere band gaan starten. Diezelfde Russell pakt voorlopig de pole position met een snelle tijd. Die heb ik even niet gezien. Stroll naar P5. Wij gewoon nog naar P7. Dat komt omdat wij geen tijd hebben neergezet. Dat gaan we zo meteen doen. Neem een wat andere lijn richting start-finish. En we pakken de pole position met een 1.83. Verstappen naar P2. Russell naar P5. Leclerc naar P2. Hamilton naar... Sorry. Verstappen naar P3. Sainz naar P4. En wij gaan er als allerlaatste... Ja, tenminste, eigenlijk als allereerste dan onze eerste getimede ronde in. Sorry, onze tweede getimede ronde in. Want de rest duikt nu de baan op en die gaat een outlap beginnen. En wij gaan nu onze ronde neerzetten. Onze tweede run in Q3. Kijken of deze wat sneller is dan de eerste run. We pushen als een gek. We zetten rood in sector 1, rood in sector 2 neer. Maar we zitten wel goed bij de delta. En we zetten paars in sector 3 en halen 3/10 van onze eigen tijd eraf. Een 1.80 is het dit keer. De voorlopige pole position. Russell naar P2 op 3/10. En Charles Leclerc naar P3 op 16e. Sainz doet het heel erg goed voor McLaren. En wij pakken onze tijd goed in sector 2 en 3. Russell verliest zijn tijd in sector 2 en 3. Interessant.
Dan gaan we gewoon beginnen voor de wedstrijd hier in Zandvoort voor Carrière aflevering 56. Welcome along then to the North Sea coast and Zandvoort, 25 miles away from Amsterdam and the host for today's Dutch Grand Prix. It's a race the great Jim Clark won on four occasions, leading for an astonishing total of 370 laps. Four lefts and 10 rights make up the 14 corners of the narrow and demanding Zandvoort circuit, with plenty of peaks and valleys over the course of a 2.6 mile lap, which will demand absolute concentration from our drivers here today. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. The Professor lines up on pole position, and starting next to them is George Russell. Looking at the rest of today's grid, we have Leclerc, Verstappen, Carlos Sainz, and Gasly, Stroll, Kvyat, Vettel, and Sergio Perez. Albon, Norris, Lewis Hamilton, and Ocon, Giovinazzi, Delatraz, Nick De Vries, and Nobuharu Matsushita. Magnussen, Grosjean, Ireland, and Nicholas Latifi. That's it then, it's time to go racing as we head to trackside for today's race. Okay, I know it's your home Grand Prix, but treat it like any other race. Don't take unnecessary risks. We moeten dus niet onnodig risico nemen in deze grote prijs, ondanks dat het onze thuiswedstrijd is. De strategie is medium hard. Er is geen regen voorspeld, gelukkig. Ik dacht van wel, maar geen regen dus. We nemen extra fuel mee om hard te kunnen pushen. En dan gaan wij gewoon beginnen voor carrière aflevering 56 van F1 2020. My Team Career Mode. De lampen gaan aan voor de grote prijs van Nederland. En we zijn onderweg. En we komen gewoon goed weg. Iets wat beter dan George Russell, maar die vertrok vanaf P2. Russell kijkt daar aan die binnenkant en tikt daar heel lichtjes Charles Leclerc aan. Leclerc naar P2, Russell naar P3, heeft een plekje verloren. Dat is wel jammer. Leclerc valt daar gelijk aan, maar dat is niet de bedoeling. Russell naar P2 en daar gebeurt iets achter mij met George Russell en Charles Leclerc. Russell keek daar op een plek die er gewoon niet was. Hij moest daar op de rem en raakte volgens mij Charles Leclerc. Ik denk dat George Russell ook een voorvleugelschade heeft en die moet naar binnen. Dat is niet fijn voor ons, want de vorige wedstrijd verliep ook niet goed met George Russell van de strategie. Wij wonnen die grote prijs wel, maar Russell kwam dus als P5 over de finish. Hij vertrok vanaf P2, dit keer ook helaas weer dat Russell een achterstand oploopt vroeg in de fase van de wedstrijd. De vorige keer was het tijdens de pitstops fout gegaan tijdens de strategie. Nu is het helaas een voorvleugel schade. We zitten in ronde nummer 12 van de wedstrijd en Charles Leclerc rijdt achter ons. Het is geel in sector 3. In ronde nummer 14. En Perez is uitgevallen in de wedstrijd. De Racing Point staat stil. 0 punten voor de Mexicaan. Die staat begin van de Arie Luijendijk bocht. Dus die komen wij zo meteen nog tegen. Het gat naar Charles Leclerc is 16,4 seconden. Die is al naar binnen geweest. En hier is dan die gele vlag. Hij staat daar aan de rechterkant. En we mogen weer racen, we mogen weer gas trappen. Norris naar P3, Sainz naar P4, McLaren doet het heel goed. Russell is alweer naar binnen. Zijn derde pitstop van de dag volgens mij, als ik dat goed zeg, weet ik niet zeker. Of zijn tweede. We zitten in ronde nummer 15. En Gasly is naar P5, Sainz naar P4, Lando Norris naar P3, Charles Leclerc naar P2. En wij komen dus naar binnen voor onze laatste pitstop van de dag. In ronde nummer 18 van de wedstrijd duiken wij naar binnen. Dan zitten we op de helft van de grote prijs.
En dan is de vraag, waar gaan wij naartoe? Komen wij voor of achter Charles Leclerc de baan op? 2,4 pitstop kon wat sneller. Leclerc is nu bij start-finish. En we komen er voor. 1,1 seconde is het gat. Nu is het ongeveer 1,0. Dus van de leiding aan de leiding. Dat is goed om te zien. We zitten in ronde nummer 20 van de wedstrijd. En we leiden nog steeds de grote prijs. Groen is sector 3, 14e sneller gegaan. Maar dat is nog geen verbetering van de snelste raceronde. Ik weet niet van wie dat is. Maar goed, dat boeit ons niks. Dat snelste raceronde moeten we gewoon nog gaan neerzetten. En zorgen dat misschien ook George Russell dat snelste raceronde punt pakt. En dan hebben we als team gewoon een goed resultaat opgeleverd. In ronde nummer 25 is hij de eerste achterblijver. Zijn naam Romain Grosjean in zijn Haas. Laat ons daar mooi voorbij. Dat is goed om te zien. Dat doet hij heel goed. Complimenten aan de Fransman. Rood in sector 1. 26.000ste langzamer, maar dat is geen probleem. We zetten de snelste raceronde neer met een 1:10.779. En er zijn nog 10 ronden te gaan. We zitten in ronde nummer 26. 30,6 seconden bedraagt de achterstand op George Russell. Dat is enorm groot. De enige achterblijver die we tot nu toe zijn tegengekomen was Romain Grosjean. Vond jij deze video nou leuk? Beloon het dan met een like. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Grimmel content. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat jij geen enkele video meer van me mist. We zitten inmiddels in ronde nummer 34. Ocon wordt op een ronde gezet. We zetten ook groen in sector 2 neer. Aylot wordt daar ook op een ronde gezet. Hetzelfde geldt voor Louis Deletras. Die worden allemaal op een ronde gezet. En dan gaan we zo meteen alweer ronde nummer 35 in. De ene laatste ronde gaat dan in. Het is enorm hard gegaan. Een wat kortere aflevering dan normaal. Waarom? Er is niet zoveel gebeurd. We zetten dat snelste raceronde neer met een 1:10.3. Dus deze aflevering is wat korter dan normaal. Excuses. Ja, sorry. Maar ja, dat heb je nou eenmaal met saaie wedstrijden. Daar kunnen wij niks aan doen. Nog steeds jammer van George Russell. Hij had wat beter moeten presteren. Alweer geen podiumplek. De tweede keer dat hij het podium mist in seizoen 4. Sorry, in seizoen 5. Want in seizoen 4 was hij heel goed. Dat gat naar Charles Leclerc is inmiddels 19,2 seconden. En Sainz rijdt gewoon een prima wedstrijd. Op P3 en houdt Pierre Gasly en Max Verstappen achter zich. Gele vlag, er is iets gebeurd. Er valt iemand stil. Dat is een Renault van Esteban Ocon volgens mij. Als ik dat goed zeg, of van Louis Deletras. Ik gok Esteban Ocon. Het is weer groen. En hij staat stil bij de Tarzanbocht. Het is Esteban Ocon. Wat ik je net ook al zei, Ocon uitgevallen, de tweede uitvaller van de dag. We zetten paars in sector 1 neer. 36.000ste sneller dan normaal. Dat is goed om te zien. Maar kunnen wij dit vasthouden in sector 2 en 3? Een Alfa Romeo komen wij misschien nog tegen. Maar die wordt niet op een ronde gezet, want die zit net te ver weg. Rood in sector 2. 3/10 langzamer. Dus de snelste raceronde verbetering komt er niet. Wat er wel komt,
is weer een overwinning. Weer een overwinning erbij. Gele vlag vanwege Esteban Ocon. Maar wij winnen dus onze thuiswedstrijd in Zandvoort. Een prima aflevering, een prima race. En dan gaan we ons opmaken voor de volgende aflevering in Spanje. Doubted whether they could pull off the win here in Zandvoort, but they have done, and done it in spectacular style. What do you think it was, Ant, that gave them the edge over the competition today? I'd say it was down once again to good, consistent driving, nailing the corners, working to the track conditions, and perfecting the team strategies. They got all of these things right today, and the results speak for themselves. Here comes your top three making their way down to the podium for what can only be described as a fantastic day for Formula One. Nou, hierbij dan dus de uitslag. Wij winnen dus de grote prijs. Onze thuiswedstrijd winnen we dus. Charles Leclerc naar P2, Sainz naar P3, Russell helaas naar P6. Leclerc krijgt driver of the day. En wij pakken gewoon dat snelste raceronderpunt nog. De volledige score in Nederland gepakt voor mijzelf. En Verstappen en Russell knokken voor P2. In het klassement en de constructeurs, ja, dat leidde gewoon dominant. En heel veel jongens op een ronde gezet. Maar goed, deze aflevering zit er alweer op, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt. Heb jij genoten? Beloon het dan met een like. Heb jij niet genoten? Beloon het dan met een dislike. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat jij geen enkele video meer van mij mist. Like de video als je hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. En zeg me dan ook waarom je hem hebt gedisliked. Volg me ook even op sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was het journal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. Ga verder in Spanje.